In deze video ga ik uitleggen hoe je de experimentele Minecraft 1.19 update krijgt. Let op, dit gaat anders dan met normale snapshots, aangezien dit een experimental is. Ook kan deze update niet gespeeld worden met oudere werelden en deze update is slechts om te laten zien wat Minecraft hiermee bezig is en om feedback van de community te krijgen. Laat gerust je eigen feedback achter in de comments wat jij ervan vindt. We beginnen de tutorial bij een post van Minecraft op de Minecraft website. Hier laten ze de Very Scary Snapshot zien. En ik kan me vestigen, het is zeker eng. De Minecraft walden is iets wat je nog nooit eerder hebt gezien. Mijn haren stonden recht overeind. We beginnen met naar de link te gaan van deze post. Of je gaat aan de Minecraft site en je zoekt de post zelf op, maar dit is veel makkelijker. Stap 1, scroll naar beneden bij de post. Helemaal naar beneden. En dan staat hier een knop, download de zipfile. De zipfile bevat de versie van Minecraft die we nodig hebben, aangezien we de versie niet via de normale Minecraft launcher kunnen krijgen. Als je iets downloadt en je zit op de computer van je ouders, vraag even om toestemming voordat je zo meteen gezeik hebt. En als dit een echte Minecraft site is, weet je dat het veilig is. Stap 2. Het bestand is gedownload. Sla hem op een plek waar je makkelijk bij kan en hem kan openen. Stap 3. Open de Minecraft folder. Als je niet weet hoe dit moet, druk op de Windows-knop tegelijkertijd met de R-knop. Ik doe het voor. Typ nu %appdata% en druk dan op Enter. Open dan de .minecraft-map. Nu gaan we de Versions-map openen. In deze map staan alle versies van Minecraft die je geïnstalleerd hebt. Nu dit open staat, kan het gedownloade bestand worden geopend. Dit is een zip-bestand. Het kan zijn dat je WinRAR nodig hebt en dit is gratis. Zodra het zip-bestand open is, zie je hier een mapje in staan. Dit mapje sleep je in de versions folder, niet het zip-bestand zelf. Sluit nu beide mapjes. Open de Minecraft Launcher, maar start Minecraft nog niet op. Nu staat Minecraft op spelen. Dit moeten we niet hebben, we gaan naar installaties. Druk op de knop Nieuwe installatie. Geef het een leuke naam. Hier geef ik het de naam 1.19 Experimental Snapshot. Klik hierna bij versie op de versie die we net hebben toegevoegd. Aan het mapje genaamd Pending 1.19 Deep Dark Experimental Snapshot. Als je computer genoeg RAM heeft, dan kun je nog naar Meer instellingen gaan en deze 2 in een 4 veranderen. Minecraft heeft nu meer RAM en loopt soepeler. Dit is erg handig bij de nieuwe versies van Minecraft. Ga nu weer naar het spelen kopje en selecteer de versie die we net hebben gemaakt en start Minecraft op. Nu kun jij de Experimental Snapshot spelen en kijken wat nieuw is. Deze update bevat onder andere de Skulk Sensor, het Darkness Effect, Ancient Cities en natuurlijk de Warden.